Als heel veel mensen het doen, dan zal het toch wel mogen, of dan gaat de wetgever daar toch gewoon wel wat voor regelen zodat het mag? Ik hoor dit heel erg vaak, ofwel als een auteursrechtsmoesje van ja maar al die anderen die doen het ook, of van ja maar dit is toch praktisch allemaal niet haalbaar, dus het zal wel moeten mogen, of ja maar de wetgever moet het allemaal maar aanpassen. Want iedereen doet het zo. Dus dan kan het toch niet zijn dat wij ons aan moeten passen aan de wet. Dan moet de wet zich ook maar aan ons aanpassen. Tja, maar zo werkt het natuurlijk niet. Ik ga je even een paar voorbeelden geven over nou ja, wat voor situaties het dan zijn waar dit in voorkomt. En hoe je het nou gewoon op kunt lossen, zodat je zelf toch wel aan de wet voldoet. Want meestal is dat een stuk makkelijker dan je denkt. Ik hoor het echt heel erg vaak. Ja, maar iedereen doet het, dus dan zal het wel mogen. Of iedereen doet het, dus dan moet de wet zich daar toch maar op aanpassen. Ja, en iedereen rijdt ook wel eens door rood of loopt door rood bij een wat voor stoplicht dan ook. Betekent dat dan maar dat door rood rijden toegestaan moet zijn? En misschien zeg je nu: Ja, dat vind ik eigenlijk wel, want. Zolang als het goed gaat, hè, dan ben je natuurlijk, denk je over je eigen kunnen heel veel. En, maar ik, ik let heus wel goed op. Dus dan gaat het niet fout. Het is elke keer goed gegaan als ik de Rood reed. Dus kennelijk hebben we die hele regel niet nodig. Totdat jij aangereden wordt. Of iemand die je lief hebt. En het helemaal misgaat. Wie heeft het dan gedaan? Ja, natuurlijk. Degene die door rood reed, maar waarschijnlijk wel met: Het was toch rood, lul? Daar had je niet doorheen moeten rijden. Zo werkt dat eigenlijk met alle regelgeving een beetje. We mogen bijvoorbeeld geen Amerikaanse software gebruiken als we daarmee ook persoonsgegevens verwerken. Dat komt namelijk omdat Privacy Shield is afgewezen door het Europees Hof van Justitie. Zelfs de voorganger daarvan, Safe Harbor, werd al afgewezen. Dus de kans is heel erg groot dat als we nu als EU weer afspraken proberen te maken met Amerika, dat dat nog steeds niet goed genoeg is. Tenzij Amerika echt opeens, nou ja, wat gaat toegeven um, en, en echt gaat beloven dat zij dan niet meer naar al die persoonsgegevens willen kijken. Dan zou het misschien nog eens anders kunnen zijn, maar die kans is wel klein. Dus wij mogen bijvoorbeeld. Mailchimp niet meer gebruiken, want daar komen namen en e-mailadressen in te staan. Ook Active Campaign kun je niet gebruiken. Nou, zo zijn er zijn natuurlijk ook gewoon nog allerlei softwarematige dingen, of voor je website, CRM-systemen, etc. die we dus niet meer kunnen gebruiken. Zelfs Google Docs is een probleem als daar persoonsgegevens in komen te staan. Toch wordt het heel erg vaak gebruikt. Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar. Hoe komen we dan aan andere software? Dit is nou eenmaal wat het meest gebruikt wordt. Het is goedkoop, dus we moeten dit gebruiken. Dus de wetgever moet zich maar aanpassen. En moet er maar gewoon voor zorgen dat het toch wel mag. Ja, praktisch oogpunt. Snap ik dat je dat zegt. Totdat jouw persoonsgegevens op straat liggen. Jij opeens Amerika niet meer in kunt. Omdat je op een lijst bent beland. Omdat de Amerikaanse overheid via zo'n systeem... Aan jouw gegevens is gekomen, totdat er um, sprake is van identiteitsdiefstal en iemand daar met jouw gegevens van doorgaat en je opeens heel erg veel geld kwijt bent of op allerlei gekke lijsten komt te staan, allerlei dingen niet meer geregeld kunnen worden. Dus zolang je het zelf dat soort software gebruikt, denk je allemaal, joh, het zou allemaal wel meevallen en er is niet zo heel veel aan de hand. Totdat het misgaat en jij opeens het slachtoffer wordt, dan denk je er anders over. En zo gaat dat bijvoorbeeld ook met het auteursrecht. Als jij werk van een ander graag wil kunnen gebruiken, dan zeg je vooral, joh, maar dat werk is er toch al. Dus je verliest er niks aan als ik het nu gebruik, want je hoeft daar geen werk meer voor te maken. En dus wat is nou eigenlijk het probleem? En tuurlijk, als jij eens een keer iets gemaakt hebt waarvan je het ook geen probleem vindt dat een ander daarmee aan de haal gaat, dan zal het ook allemaal wel meevallen. Totdat iemand jouw werk gebruikt en daar goed geld mee verdient. Terwijl jij er niks mee verdient. Ja, was dat dan wel de bedoeling? Of dat iemand jouw werk zo bewerkt dat dat bij jouw reputatieschade oplevert. Wil je ook liever niet. Dus dan is opeens dat waarin jij eerst zelf al die vrijheid wilde hebben, opeens toch niet per zo tof en wil je niet dat die ander diezelfde vrijheid heeft. We meten, nou, we meten nou eenmaal heel vaak met twee maten. Niks menselijks is ons vreemd. Dus ik snap het wel, maar toch moet je daar dus anders over proberen te denken. Zet jezelf even in een ander perspectief. Probeer het van de andere kant te bekijken. Heel vaak is het allemaal eigenlijk zo moeilijk niet, want er bestaat best Europese software voor e-mail marketing. Ook tools die goed genoeg zijn. Je moet er hooguit ietsje harder naar op zoek. De auteursrecht werk van een ander gebruiken, simpelweg ervoor betalen of toestemming vragen en je hebt het ook opgelost. Het is dus allemaal niet zo dat het niet kan, maar dat je het gewoon op een andere manier moet aanvliegen. En dat hoeft dus helemaal niet per se meer tijd te kosten. In elk geval pak je het dan eerlijker aan. Pak je geweten er eens bij. Wat vind je daarvan? Als jij een ander doet waarvan jij eigenlijk ook helemaal niet zou willen dat een ander dat bij jou doet. Precies. Dus laten we het gewoon eerlijk houden. En laten we ervoor zorgen dat wij de wetten zo inzetten. En dat wij ons daar op zo'n manier aan houden. Dat dat uiteindelijk gewoon het meest eerlijke en redelijke is voor iedereen. En ben je het er nou echt niet mee eens met zo'n wet? Um, nou ja, kijk, ik zit hier om de hoek van de Tweede Kamer. Maar ik zou vooral zeggen. Start een petitie. Schrijf Tweede Kamerleden aan. Doe er dan zelf wat aan. Maar alleen maar achter je computer zitten en zeggen dat je een regel vervelend vindt en daar niks aan doen? Ik zie je in elk geval de volgende keer bij de stembus, denk ik. Dankjewel voor het kijken naar deze video. En ik zie je heel graag weer bij een volgende video. Ik zie elke dinsdag maak ik een nieuwe. Heb je advies nodig? Over hoe je nou met wet en regelgeving om kan gaan, boek dan vooral een adviesgesprek via www.oploskoffie.nu. Wil je meer van dit soort video's zien? Meestal iets minder mening en iets meer advies. Abonneer je dan vooral even via de rode knop hieronder. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week. Bye-bye.